natuurlijk is leuk om even te weten hoe dat gaat en hoe het in elkaar zit met zo'n windmolen. Nou, dit was belangrijk om ook onze hoofdsponsor is natuurlijk om dat een keer goed te weten. Dus ja, ik vond het interessant. We zijn hoofdsponsor van FC Twente. We zijn ook hartstikke trots natuurlijk op die club, op de jongens die er spelen. En we wilden ze graag ook een keer kennis laten maken met, wat nader kennis maken in ieder geval met pure energie en de mensen die daar werken. Zodat zij ook, nou ja, ook wat trots kunnen zijn op hun eigen hoofdsponsor en niet alleen maar omdat de naam op het shirt staat. Wat heb je bijvoorbeeld opgestoken vandaag? Nou, dat het in een uurtijd een heel huishouden aan energie opwekt. Dus dat vond ik wel, moet ik zeggen, heel indrukwekkend. 80 meter hoog, spanwijdte van 80 meter geloof ik ongeveer. Ik heb het idee dat met name de trainer het heel serieus opneemt. Want die is, dat hebben jullie net gezien, onderweg naar boven in de turbine. Met wat hoogtevrees begreep ik, maar dat wil hij overwinnen. Ik moet nu bloedzenuwachtig. Ja. Hartslag. Maar. Hartslag is 220. Maar je gaat het wel wij doen. Overwinnen deze angst. En op het moment dat we hem overwinnen, dan hebben we gewonnen. Ja, dat doen we even. Ja. He's climbing. Nou, gaan we de lift verder. Heerlijk. Plus, heerlijk, gezellig. Lekker warm. Ja, lekker warm. Hè. Fantastisch man. Hoe was het om de trainer naar boven te zien gaan? Want hij heeft lichtelijk hoogtevrees, zei hij. Lichtelijk. Ja, maar hij is nog niet beneden. Dus ja. Ja, hopelijk is hij maandag terug dat we op tijd kunnen starten met de tactieken en de voorbereidingen. Dus we gaan het zien of hij zo naar beneden komt. Zo, kom maar. Zo. Even wennen, hè. Even een beetje wennen aan de hoogte. Ik durf niet te komen daar waar jij nu staat. Ik haal hem even hier vast, want het is al een opgave voor mij geweest. Zo dadelijk hoor. Maar uiteindelijk is dit wel zeer indrukwekkend. Prachtig uitzicht. Je kunt ook zien hoe groot zo'n windmolen is, hè? Grote bladen. Geweldig, dat was echt schitterend. Maar het is nu ook de tijd om naar beneden te gaan. En het is wederom een uitdaging. Tot de volgende keer. Ja, we zakken weer. We did it. Yeah. We did it. Ja. Dus het was een fantastische ervaring. Echt. Onvergetelijk. Mooi. Dank je daarvoor. Ondanks je hoogtevrees? Ondanks mijn hoogtevrees, want die hebben we vandaag overwonnen. Dat is goed.